Nou, goedenavond iedereen, leden van de jury. Ik ben Arie van Oolstein, dit is Lars Bortman en Jean-Paul Lichtart. En wij zijn in september dit jaar Het Leven Van begonnen. Het Leven Van zet levensverhalen van mensen op DVD voor het nageslacht, zodat de mooie verhalen en herinneringen nooit verloren gaan. Ik merk dat als ik naar mijn opa ga, dat het eigenlijk altijd alleen maar over mij gaat en niet over mijn opa. Ik weet niet wat hij heeft meegemaakt in zijn jeugd en wat hij voor de rest heeft meegemaakt. Ons ideaalbeeld is dat iedereen zijn levensverhalen vastlegt, zodat er mooie verhalen generatie op generatie in de familie kunnen blijven. Ook kunnen er dingen worden verteld die eigenlijk nooit in de familie besproken zijn. Dit aan de hand van oude foto's en video's. Op dit moment merken wij wel dat veel mensen hun levensverhaal opschrijven in een boek. Alleen dan gaat het meest essentiële, namelijk de stem en de gezichtsuitdrukking, verloren. Dit is eigenlijk het mooiste van de mens. Dus waarom dit zouden we nooit moeten verliezen? Ook merken wij dat de jeugd van tegenwoordig visueel is ingesteld. Zo keken zij liever een DVD dan dat zij een boek lezen. Wij richten ons voornamelijk op de 55-plusser met een warme familieband. Ons product is dan ook echt een familiegeschenk. Onze concurrentie richt zich voornamelijk op een andere regio en is ook een stuk duurder dan ons. Wij vragen €999 voor een levensverhaal op DVD. Onze concurrentie vraagt gemiddeld 3 à 4 keer zoveel. Door de vergrijzing wordt onze doelgroep steeds groter. Hier willen wij op inspelen door ons marktgebied te vergroten en ons concept landelijk in te voeren. Om dit mogelijk te maken willen wij in de toekomst nog meer op beurzen gaan staan. In het verleden hebben wij al op een aantal beurzen gestaan, waaronder de 55-plus beurs in Haarlem. En wij hebben gemerkt dat dit leidt tot heel veel successen. We hebben namelijk een aantal klanten binnengehaald. En verder hebben we ook al een keer in de krant gestaan. Om dit allemaal te financieren willen wij de jury vragen om de €500 aan marketingbudget toe te voegen aan ons marketingbudget, zodat wij in de toekomst dit prachtige concept kunnen doorzetten en geen enkel levensverhaal meer verloren gaat. Ik wil u allemaal bedanken voor jullie aandacht en vergeet niet, ieder mens heeft een verhaal.